Het kabinet beslist deze week over de voorwaarden voor het nieuw steunpakket voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De situatie op de eilanden is ondertussen kritiek te noemen. De economie ligt compleet plat, er is veel armoede en de vooruitzichten zijn slecht. Dat zorgt de afgelopen week voor onrust. We hebben allemaal de beelden gezien van vorige week op Curaçao. Er was van alles aan de hand. Hoe is het daar nu? De situatie is op zich stabiel. De ongeregeldheden van de afgelopen dagen die behoren nu tot het verleden. Maar dat neemt niet weg dat de problemen weg zijn. De werkloosheid is heel hoog. Ik denk dat Curaçao zich op een dieptepunt bevindt in economische zin van wat er allemaal gebeurt. Men is natuurlijk totaal afhankelijk van toerisme. Ja, dat ligt helemaal stil. Dat komt nu langzaam weer op gang. Maar er zijn heel veel mensen zonder baan. En dat is ook precies de reden dat wij als Nederland gezegd hebben, we gaan Curaçao helpen met steunpakketten, met noodpakketten voor burgers die gebrek aan voedsel hebben, geen geld meer hebben om eten te kopen. We hebben medische steun toegezegd en we gaan ook Curaçao, maar ook de andere twee landen helpen met leningen. Maar daar stellen we uiteraard wel een aantal voorwaarden bij. Ja, en precies over die voorwaarden is nu gedoe. Hè? Want heel veel mensen zeggen, de voorwaarden die jullie stellen aan die steun is veel te veel gevraagd eigenlijk voor die landen. Ja, we zijn met de landen natuurlijk al heel lang in gesprek over het hervormen van hun overheidsfinanciën. En eigenlijk kun je zeggen dat de afgelopen 10 jaar, sinds de autonome status van Curaçao en Sint Maarten, Aruba was al autonoom, dat de overheidsfinanciën niet de goede kant op gaan. Voor een deel heeft dat te maken met externe factoren. Maar ook van deel doordat men niet de juiste maatregelen heeft genomen. Bijvoorbeeld rondom de pensioenleeftijd, het sociale systeem, de gezondheidszorg enzovoorts. En ja, dat wordt nu zichtbaar in negatieve zin, omdat de coronacrisis daar nou een keer overheen komt. Dus het is nu zaak om wel die overheidsfinanciën te hervormen. Maar is dit nu het moment, nu het land zo, nu die verschillende eilanden zo in crisis zijn? Kijk, wij geven dat geld. Dat is duidelijk. Wij zien ook al dat de landen het zelf niet kunnen. Dus Nederland als koninkrijkspartner heeft gezegd, wij gaan honderden miljoenen ter beschikking stellen voor de landen als steunpakket. Maar dan mag je wel verwachten van de landen dat ze dat geld op een goede manier gaan besteden. We willen die leningen ook graag terugzien, dat is Nederlands belastinggeld. En we willen Curaçao helpen zodat hun overheidsfinanciën op orde komen. En dat is juist nu het moment om het nu aan te pakken. De kritiek op de strenge voorwaarden neemt wel toe. Afgelopen weekend deed een groep prominente Nederlanders een oproep om coulant te zijn naar de eilanden. In de brief zeggen wij tegen de Nederlandse regering, goed dat je helpt, ook goed dat je voorwaarden stelt, want er is veel te verbeteren op de kaseilanden. Maar doe het vanuit een iets warmer hart. Je stelt eisen die mogelijkerwijs het paard achter de wagen spannen. Je moet je wel realiseren dat als jij bijvoorbeeld 12,5% inkomensachteruitgang eist van een verpleegkundige daar of een vuilnisman. Ja, er wordt al niet veel verdiend op die eilanden. Is dat dan niet een beetje aan de harde kant? Men gaat daar diep door een dal en men kan er niks aan doen. En wij vinden dat je als koninkrijk dan moet laten zien dat je een warm hart hebt. Ja, een warm hart. Dus even het belangrijkste punt van de kritiek, wat best wel de hele tijd ook wordt aangehaald, is natuurlijk die korting op de inkomens van ambtenaren, maar dus ook op verpleegkundigen, vuilnismannen, die het al niet breed hebben. Waarom is die korting nodig volgens u? Nou, we hebben als eerste voorwaarde gesteld dat er ook een salariskorting zou moeten komen voor politici. Politici worden over het algemeen goed betaald in de Caribische delen van het Koninkrijk. Ja. En die hebben ook een voorbeeldfunctie. Die moeten het land dienen en die moeten ook de inwoners dienen. Ik denk daarnaast dat daar niet de meeste kritiek op is. Het gaat juist om die andere groepen. Bijvoorbeeld de directeur van de centrale bank verdient 1 miljoen per jaar voor een land van 160.000 inwoners. Dat vind ik echt exorbitant. Ja. En daar willen we ook wat te doen. Overheids-NV's waar goed betaalde directeuren zitten. Dus als je inkomen goed wil verdelen, en dat is echt een verdelingsvraagstuk van Curaçao, dan moet je zorgen dat de mensen aan de onderkant ook goed betaald worden. En wat we nu gezegd hebben, die overheid is te groot relatief. We hadden het net over de gemeente, maar de overheid in Curaçao is te groot. Is een te grote blok aan het been, dan moet je hervormen. Om daarmee andere dingen, zoals goed onderwijs en goede zorg, te kunnen doen. En daar willen we Curaçao graag bij helpen. Overigens is het niet zo, en daar ben ik het niet eens met de opmerking van, ze kunnen er niets aan doen. Ze kunnen niets doen aan corona, dat kunnen wij ook niet. Maar je kunt wel wat doen aan de manier waarop je overheid organiseert. Maar waarom dan die groepen zoals de vuilnisman en de verpleegkundige ook kort op inkomen en niet alleen die bovenste laag? Nou ja, uiteindelijk moet je een aantal maatregelen doorvoeren. Dit is de eerste. Uiteindelijk is dit een tijdelijke maatregel, want dat gaat waarschijnlijk niet structureel gebeuren. En we hebben gezegd, er moet een basisinkomen zijn, het minimumloon, dat is de onderkant. Daar ga je niet doorheen natuurlijk. Maar er moeten in een aantal sectoren bij de overheid keuzes gemaakt worden. Dat kan ofwel zijn dat je hervormt en die overheid kleiner maakt, dan wel dat je de salariskorting doorvoert. Het is heel simpel. Op dit moment loopt er gewoon elke week
week heel veel geld uit bij Curaçao. Ze kunnen op geen enkele manier dat financieren. En wij steken nu de helpende hand toe. Maar we willen wel dat in het belang van die inwoners juist dat die economie weer gaat draaien. Dat het niet alleen afhankelijk is van toerisme. Maar als mensen gekort worden op hun inkomen, bent u dan niet bang dat er nog meer armoede komt? Nee, want uiteindelijk, die korting is natuurlijk wel een feit. Maar tegelijkertijd gaat het erom dat dadelijk ook mensen weer naar school kunnen. Dat heel veel mensen in de private sector die nu gewoon geen baan meer hebben. Die gewoon helemaal geen inkomen meer hebben. Dat die ook geholpen worden. En dat betekent, maak je economie weerbaarder. Zorg voor diversificatie. Ga niet alleen met toerisme aan de slag, maar zorg ook bijvoorbeeld voor landbouw. Nou, dat zijn allemaal ideeën die al langer leven. En waar we vinden dat je die nu ook echt in deze crisistijd moet implementeren. Om ervoor te zorgen dat je over 5 jaar kunt zeggen, we hebben de goede maatregelen genomen. Want niemand wil die economie kapot maken. Sterker nog, we willen het land verder helpen. Ja, Annemarie, meneer Knops, die staat dus logisch, hoor ik, achter de maatregelen die genomen worden. Toch is de kritiek niet van de lucht, om het zomaar te noemen. Wat denk jij als je dit hoort? Welke kant sta jij? Ja, ik zag dat met name de vuilnismannen en de laagbetaalde werknemers van Curaçao, dat die de straat op gingen. En ik denk dat het nu ook tijd is dat de regering daar integriteit laat zien. En dat ze bij wijze van spreken zeggen van deze loonsom moet bespaard worden. Dus we doen 20% bij de topinkomens en niets bij de mensen met de laagbetaalde lonen. Dat zou ik een goede stap vinden. En ik denk dat de regering dat wij daar ook tevreden mee zouden zijn. Nee, natuurlijk moet je de laagbetaalde mensen sparen en beschermen en zoveel mogelijk koesteren. Maar daar lijkt het nu niet op dat jullie dat gaan doen. Dus zo'n idee van Annemarie, is dat iets waar jullie over praten? Nou, kijk, we hebben een aantal voorwaarden gesteld. Om per tranche, zeg maar, per periode dat wij geld geven, stellen wij voorwaarden. Maar we gaan ook aan de slag met een investeringspakket. Dus niet alleen maar waarom niet alleen bij hoge inkomens die inkomenskorting? Nou, kijk, dat is ook de keuze aan de landen, aan Curaçao in zekere zin, hoe je die loonsom bespaart. Dat kun je doen door het apparaat anders te organiseren, want dat is natuurlijk ook een probleem. Er zijn ook spookambtenaren, mensen die op de loonlijst staan die helemaal niks doen. Mm. Nou, misschien moet je daar eerst afscheid van nemen. Dus het is ook aan het land zelf om dat te doen. Wij gaan niet in detail dat voorschrijven, maar we willen wel dat er iets verandert. En niet dat alles bij het oude wordt gelaten en wordt gezegd, wij kunnen er niets aan doen. Uiteindelijk de echte slachtoffers van deze crisis zijn gewoon de mensen aan de onderkant die geen baan meer hebben, die niet kunnen rekenen op sociale voorzieningen, omdat die keuzes zijn gemaakt in de tijd om dat niet te organiseren. Ja. En daar moeten we iets aan doen en daar moet de regering iets aan doen. Daar. Straks meer. We zijn er nog tot 10 uur. En dan schuift ook ANWB-directeur Marion Kaper aan. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser.